Nou, ik moet zeggen dat... dat Henk van der Tillaert, dus Menbroeders Unitet van Theo Maassen... Dat ik dat wel een steengoede act vond. En dat heeft ook te maken met dat ik bij de geboorte daarvan aanwezig ben geweest. Wij waren er toen namelijk met Hans Theeuwen, mijn broer Martijn, Theo en ik... in de staakcaravan van de ouders van Theo op Renesse... Renesse. Was toen nog een, I say more. Dat was toen nog een heel classy plek. Kratten stonden gewoon. Het was een caravan van kratten. Ja. Ja. En daar zouden wij ideeën gaan ontwikkelen voor een televisieprogramma. Daar is niet zoveel van terechtgekomen. want we gingen ook veel drugs gebruiken. En die middag dat we daar waren, was er op zaterdag een huldiging... Want dat was in de tijd van het wereldkampioenschap in Amerika, volgens mij was het toen. Ja. En daarin speelde Peter van Vossen in het Nederlands elftal een gunstige rol. Voetballer Peter van Vossen. Mm-hmm. En die kwam oorspronkelijk uit Zierikzee. En Renesse ligt vlakbij Zierikzee. En wij waren dus in Zierikzee. En jawel, dat was de huldiging van Peter van Vossen. Die op een soort kar door dat stadje werd gesleept. Met een paard ervoor. Maar dat zag er al niet uit. En uiteindelijk eindigden ze op het grote plein in Zierikzee. En daar hield de loco-burgemeester van Zierikzee een praatje. Om Peter van Vossen in het zonnetje te zetten. Ja. Maar in plaats van dat hij Peter van Vossen in het zonnetje aan het zetten was... was hij zichzelf in het zonnetje aan het zetten. Want hij had destijds nog met Peter van Vossen in het elftal gezeten. En eigenlijk was hij dan wel getalenteerder. Maar door een blessure had hij dan niet... Maar goed, het was toch fijn dat Peter van Vossen het zo ver geschopt had. Terwijl hij... En dat gezien hebbende... die avond hadden wij LSD genomen... En ik merkte daar niet zoveel van. Behalve dat ik op een gegeven moment een slappe lach kreeg. En Theo ook. Want wij zijn toen door gaan melken op zo'n loco-burgemeester die dat praatje hield. En dat werd erger en erger en erger. Daaruit is uiteindelijk, heeft hij dat... Mengvoeders Unitet daarvan gemaakt. Maar ik was dus bij de geboorte. En ook in dat programma, ik vind het een wereldhek, echt waar.